zijn op visite bij bezoekerscentrum Dwingelderveld. Jacques P. Thijssen is een schrijver en tekenaar van vroeger en heeft hier best wel veel betekend. Nou was het toevallig zo dat Wendy, mijn vrouw, een paar boeken had van vroeger. En die gaan wij nu hier afgeven, want ik denk dat dat hier gewoon thuis hoort. We gaan een kijkje nemen in het bezoekerscentrum Dwingelderveld. Hier, ja. Of Mantingenveld, Ballorveld die kant op. En toen hebben de veldwachter en nog iemand van de Staten hebben hem uitgenodigd om te komen kijken. En toen bloeide gelukkig net de Arnica. Zo was het. Dus het was één groot geel veld. Ja. Dat is er nu niet meer. Dat is gekomen door verandering in de begroeiing. Mm-hmm. En toen heeft hij hier dus voor gekozen. En daardoor zijn wij Nationaal Park geworden van Natuurmonumenten. Dus dankzij Jacques P. Thijssen, zeg maar. Dankzij Jacques P. Thijssen hebben wij hier ook een spreuk op de wand staan van hem. Ach, kijk, ja, ah ja. En en dan kom jij dus inderdaad de boeken brengen. Hij had jou natuurlijk al gezien en gezegd. Ja. Er zitten bloed, zweet en tranen zitten erin. De gespaarde plaatjes van elkaar. Maar goed. Ik hoop dat je dat hebt, dat je misschien met de collectie kunt brengen. Yes, oké. Okay. Ja, heel veel plezier. Nou, mee. En dan vast even. Wil je nog koffie? Ja, graag. Lekker. Mag ik ook koffie drinken? Gaan we dan de koffietest doen? Dan gaan we de koffietest doen. Het bureau, hè? Ja, dat is. Ik kom het wel heel veel tegen, de machines met bureau. De koffietest bij bezoekerscentrum Dwingelderveld. En we hebben een lekker pakje cappuccino gekregen. En ik moet op een houtje bijten, staat er, of zei die mevrouw, want er zit geen lepeltje in, maar er zit een houtje in. Maar alles is hier natuur, dus wat dat betreft. Mevrouw heet Vrouwtje. Dat is Vrouwtje. Mooi kopje van Natuurmonumenten. Zoiets van, ja, waarom geeft hij dan zo'n cijfer? Nou, dat is puur op gevoel en op smaak. En het cijfer wat ik vandaag geef is een 7.4. Niet slecht. Nee hoor, dat is best hoog. Heel mooi. En we hebben daar een beetje de dingen die over de hei, die over dit gebied wat dingen laten zien. Dus daar hebben we daar een beetje op geselecteerd. Ja, maar daar zijn een hele boeken gegeven. Van alles. Ja, overal heel breed. Ik heb gezien, dus godverdomme. Ja. Ja, die naam zegt me altijd wel wat, maar ik weet nu pas eigenlijk wat voor betekenis die heeft met Natuurmonumenten. Ja. Dat heb ik ook nooit geweten. Dankzij Vrouwtje weet ik dat hier. Ja. Ja, leuk dat de boeken goed terecht zijn gekomen. Laten we eerlijk zijn. Dat is, anders dan gaat dat naar het goed of dat gaat naar de Dat het nog lekker gebruikt wordt. Nou, precies, dat is toch hartstikke mooi. Ik denk dat wij er wel. Dat willen we ook graag, dat mensen dingen ook beter kunnen pakken, dat ze er gewoon aan kunnen zitten. Ja. Deze bank is aan de beurt, de recreatieondernemers rondom het Dwingelderveld. Nou, is dat niet mooi? Tot zover de vlog hier vanaf het Dwingelderveld. Ik heb er echt van genoten. Ik heb nog nooit zoveel kikkers bij elkaar gezien, en zeker niet in dit tijdstip van het jaar. Ik vond het leuk dat jullie weer gekeken hebben en ik hoop dat jullie morgen ook weer kijken. Om 4 uur staat er weer een nieuwe vlog online en wie weet wat we morgen weer gaan doen. Vergeet niet eventjes nog om je vriendjes te vertellen over deze vlog of te abonneren en we zien elkaar graag. Tot de vloggende!